In Nederlands noordelijkste haven, Delfzijl, waar het schip gebouwd werd, zijn kantelproeven genomen met de voor Scheveningen bestemde reddingsboot Bernard van Leer, de jongste aanwinst van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij. Dergelijke proeven geschieden om het zelfrichtende vermogen van de boot te controleren. Dat wil zeggen om vast te stellen of ze inderdaad zoals de bedoeling is, na kapseizen weer overeind komt. Daartoe is in de dubbelschroefsboot over bijna de gehele lengte aan stuurboordzijde een speciale tank ingebouwd die volloopt met water wanneer de boot in omgekeerde stand ligt. Door de druk van het water aan één kant dus en mede onder invloed van de 5 ton zware bodemplaat richt de boot zich weer op. Eigenlijk volgens het principe van het speelgoed duikelaartje. Met open stuurhuis duurde het 50 seconden voordat de boot terugkantelde. Met gesloten stuurhuis, zoals in de praktijk van zwaar stormweer altijd het geval zal zijn, duurde het oprichten maar 6 seconden. En die wetenschap betekent een grote morele steun voor de bemanning van zo'n zelfrichtende boot, waarvan het Nederlandse reddingswezen er nu 5 bezit. De Bernard van Leer, die natuurlijk met radar en andere elektronische navigatieapparatuur is uitgerust, heeft onder commando van schipper Den Heijer inmiddels al verschillende proefvaarten op de Noordzee gemaakt en daarbij geheel aan de verwachtingen beantwoord. Het scheepje van 53 ton, dat iets meer dan 20 meter lang en 4 meter breed is, haalt dankzij zijn 2 dieselmotoren een snelheid van ruim 10 mijl. Tot de voornaamste reddingsmiddelen aan boord behoort het springnet. De Bernard van Leer, die iets meer dan een half miljoen gulden heeft gekost, is deze dagen officieel overgedragen en heeft inmiddels lichtplaats gekozen in zijn vaste standplaats Scheveningen.